Hallo, welkom bij 123 e-learning. En vandaag bespreken wij de DMZ, Demilitarized. De demilitariseerde zone. De DMZ, Demilitarized zone. Dit is de zone vlak voor uw firewall. Aan de wanzijde. Nu hebben we daar wel wat probleempjes mee om dit te demonstreren en ik zal vandaag moeten wat een experiment doen. Want we hebben onze netwerkbeheerders van de school en die hebben natuurlijk hun router daar staan. En met ook de poorten die gesloten staan en ook geen toegang tot de DMZ. Dus wij moeten een klein beetje improviseren vandaag en daarvoor heb ik een nieuw vriendje erbij, de Netgear router. De Netgear router zal in dit geval dienen als een soort van virtuele wanzijde. Wat zal ik doen? Ik zal uiteindelijk mijn Telinet router gebruiken gewoon om internet aan te maken. Ik zal dan de Netgear router gebruiken als een soort van virtuele wan die wij tijdelijk als wan zullen bekijken. Dan hebben we uiteraard ook nog de TP-Link AC1200 die als finale router hier zal opgesteld staan. Laten we kijken hoe we dit allemaal aan de praat krijgen en leren hier hoe dat DMZ werkt. Ha, we krijgen geen toegang tot de Telnet router. Geen probleem, weg ermee. Dan nemen wij enkel nog onze eigen virtuele WAN en de router, de AC1200, waar we mee gaan werken zoals die bij jou thuis staat. De virtuele WAN heeft een adres van 10.0.0.1. Dit is als het ware de WAN die bij jou van buitenaf binnenkomt door uw internetprovider. Dit gaan we doorgeven aan uw gewone router en die krijgt dus vanaf nu een WAN-adres toegekend en ik veronderstel dat dat 10.0.0 2 zal worden of een ander adres. Enfin, dus uw AC1200 router, zoals die bij jou thuis zou staan, heeft nu een One IP adres gekregen. En nu wordt het interessant, want wij kunnen dus nu gaan kijken voor uw router en ook achter uw router. En daar zit hem de kunst. Want we schakelen op de LAN-zijde van uw AC1200, uw thuisrouter, zetten we nu een camera. En eerst kijken we naar de camera op de thuisrouter zelf. Daar gaan we gaan kijken, zien we die camera daar staan? Kunnen we daar beeld van bekijken? Zoals je kan zien heb ik dus beeld van mijn IP-camera. Die stond op mijn router op adres 192.168.1.15. Ik heb dit teruggevonden trouwens met IP-scanner, die we al in het verleden gebruikt hebben. Dus goed, ik heb hier mijn beeld. Het enige dat ik nu nog moet doen, is dit beeld plaatsen naar de DMZ. Oké, dan nemen we deze camera vast. We gaan in de settings van de AC1200. En nu plaatsen we de LAN-camera in de DMZ. Nee, ik ga dat lang woord niet meer herhalen. We plaatsen hem in de DMZ. Dat betekent vanaf nu dat uw camera zichtbaar moet zijn voor uw router. Maar dit kun je niet meer gaan bekijken met de TP-Link AC1200. Nee, nu moet ik vanaf de WAN-zijde gaan kijken, want ik kom eigenlijk nu vanaf buiten mijn huis en ik wil gaan zien of dat die camera in deze testzone staat. Want wat is de DMZ? Dit is een onbeveiligde zone. Die staat dus voor de firewall. Die staat er totaal onbeschermd. Ik zal mijn laptop eventjes koppelen terug aan die Netgear. Die dus als het ware buiten mijn huis staat. Die als het ware mijn internetprovider is. En ik ga vragen aan die Netgear: kan jij mij die camera terug tonen? Terwijl
dat die camera helemaal niet op die router aangesloten zit. Hij zit op de andere router. Maar omdat die in de DMZ-zone zit, zit die voor die TP-link geplaatst. En kan ik hem normaal bekijken van op de netcare. En het experiment is volledig geslaagd. Kijk hier even boven en dan zie je adres 10.0.0.3 staan. Dit is het WAN-adres van de TP-Link router. Dus met andere woorden zitten we nu voor de router en kunnen we vanaf nu overal ter wereld onze camera benaderen. Enig nadeel, hij staat nu nog in een onbeveiligde zone, maar dit was een test. We wouden gewoon weten, is er een verbinding mogelijk vanuit mijn laptop ergens in New York en kan ik mijn camera zien in België? We hebben deze verbinding nu gelegd en het is bewezen, onze WAN-verbinding werkt. We moeten nu wel nog deze camera terug uit de DMZ halen en nu via port forwarding een definitieve poort gaan toekennen. Maar we zitten zover. De DMZ werkt. We hebben het bewezen. We zitten voor onze TP-Link router. Kan je hem nog trouwens bekijken van op de TP-Link via het LAN-gedeelte? Ja, hij is nog altijd benaderbaar. Vanaf nu kan je hem op twee manieren benaderen. Oftewel met adres 192.168.1.115, zijn LAN-adres van de router. En ook nog eens op de WAN-adres van de router. WAN is staat in de DMZ. En heb je nu iets bijgeleerd, dan is het altijd voor mij leuk, want er zit veel energie in die filmpjes, dat je even klikt op subscribe. En dan maak ik zeker ook nog de volgende filmpjes. Dank u vriendelijk.